landgenoten. In het bijzonder vandaag alle moeders. Lobby mama. In mama Sranang. Ik feliciteer u allen vandaag. Van harte met Moederdag. En vandaag eren we de vrouwen. De moeders. Die ons ongelooflijk leven. En onze natie hebben gevormd. Onze moeders. Die zijn de pijlers van kracht en onbaatzuchtige opoffering. Lobby mama, moeders, jullie spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Jullie bieden liefde, zorg en begeleiding aan onze families, maar ook naar de gemeenschappen. Moeders, jullie zijn zorgzaam. Waakzaam, liefdevol, onze leidraad, vooral wanneer wij het meest nodig hebben. Ons land Suriname zou niet zijn waar we nu zijn, zonder jullie, lobby mama, de blijvende basis van liefde en steun. Ondanks de vele barrières waarmee jullie moeders worden geconfronteerd, blijven jullie je inspannen en inzetten voor jullie kinderen, kindskinderen, maar ook vaak het hele gezin. En jullie inspireren ook mij om een beter individu te zijn. Net als hoe mijn moeder mij altijd geïnspireerd heeft om een goed mens te zijn. Om je vooral sterk te maken voor anderen. Om de samenleving te dienen. Om te zorgen voor anderen. Daarom maak ik mij ook sterk voor jullie. Lobbymama's. En ons lobbymama's Ranang. Moeders. Onlangs heb ik ook een huis gegeven aan een mama op zeer hoge leeftijd. In mijn eigen woonomgeven op Lelydorp. Nog erbij een mama die op mijn kinderen gelet heeft toen ik naar het werk moest gaan. Maar ook andere mama's voor hun zoeken een woonoplossing. En die worden ook aangeboden. Maar er zijn nog velen die in nood verkeren die wij ook zullen helpen. En ik heb ook een samenzijn gehad met vele moeders hier op het kabinet. Ook moeders die zich bevinden in een bejaarde instelling. Moeders die bijna vergeten zijn en naar wie er niet gekeken wordt. Daar maak ik ook tijd voor. Want het is niet alleen onze eigen moeders die we in het zonnetje moeten plaatsen. Maar ook zoveel andere moeders in ons land die dagelijks hard werken, die verdienen ook die erkenning en waardering. En vandaag mag het een beetje extra. Vooral de kinderen maakt een geweldige dag voor de moeders. Love you mama. Ik ontvang dagelijks mama's. Ook op het kabinet. Maar ook tijdens mijn spreekuur in partijcentrum Olifant. En heel vaak ook op mijn residentie. En zij komen met hun problemen. Maar vele van die mama's die komen ook met ideeën en oplossingen en suggesties. Die ik waardeer. En mama's met verschillende achtergronden en beroepen. En ik zal ze allemaal proberen te helpen. Samen met mijn regering. Samen met ook andere instellingen. Want niet alle mama's hebben het makkelijk. Mama's, moeders, die tegelijkertijd ook de samenleving moeten dienen. Zoals de eerste lijnwerkers, de gezondheidswerkers, in de verzorging, bij de politie en zoveel andere instellingen. Dat ze naast hun moeder zijn, ook dienstverlening en aandacht moeten geven
aan velen die dat nodig hebben in onze samenleving. Maar we kijken ook naar die moeders, die tienermoeders zijn geworden. En de alleenstaande moeders, die niet alleen de rol van moeder, maar ook de rol van vader moeten vervullen. Moeders die rouwen om het verlies van een kind. Moeders die op werkplekken nog veel te maken hebben met discriminatie, ongelijkheid en onjuiste bejegening. En moeders die hele dag in het gehele land, elke dag offers brengen. Offers voor land en volk. Hun bijdrage blijven vaak onopgemerkt, maar hun impact is onmeetbaar. Zij dragen bij aan het verder versterken van onze samenleving. En als president van het land beloof ik dat ik beleid en initiatieven zal blijven steunen die moeders in onze samenleving sterker moeten maken. We moeten samen ervoor zorgen dat moeders toegang hebben tot middelen, kansen en ondersteuningssystemen die hen in staat stellen om hun potentieel te verwezenlijken. En onze regering is er om jullie als mama, jullie als vrouw te ondersteunen door middel van initiatieven die uw financiële lasten verlichten en een rechtvaardiger samenleving creëren. Daarom heb ik als president goedgekeurd en als regering heb besloten om de belastingvrije grens per 1 januari van dit jaar te verhogen van 7.500 SRD naar 9.400 SRD. Dit bedrag is bewust hoger vastgesteld dan de armoedegrens van 8.000 SRD voor een volwassene. Ook de algemene kinderbijslag is verhoogd per 1 juli 2023 van 125 SRD naar 200 per kind. Ik noem ook de foodbaskets die we in alle districten hebben geopend om vooral u als mama tegemoet te komen met goedkope basisproducten. En we gaan door met de diverse initiatieven en geboden oplossingen om uw leven als mama verder te verbeteren. Landgenoten, moeders, lobby mama, laten we op deze dag, op deze moederdag, opnieuw onze inzet bevestigen om de moeders van Suriname te eren en te koesteren. Laten we de liefde en waardering tonen die ze verdienen. Niet alleen vandaag, maar aladé, elke dag. Mama's, dank u voor alles wat u doet voor ons land, voor onze samenleving. De moederliefde die u geeft aan mama's Renang. Aan alle moeders, een fijne en gelukkige moederdag toegewenst. En ik feliciteer jullie nogmaals en mogen God u zegenen. God bless you all. Grand dankie.